Ik wil het vuur gaan ontsteken, de paarschaal gaan initiëren en zo willen we samen de paarschaal buiten ook beginnen. Dus met andere woorden, degene kan graag naar buiten.
Koning, juichen om de overwinning, laat de trompetten klinken in het rond. Vol vreugde zij ook de aardigheid, de en juichend klinken paasgezangen, laat ook onze eigen tempel luiden weer klinken van ons jubellied. Deze bereft uw hart, zijn met ons hart ja. Met hart en ziel zingen wij u om Christus, uw Zoon, wiens bloed ons vrijheid en vergeving heeft gebracht. Hij is het paaslam dat tot redding van God volk in deze nacht voor ons geofferd wordt. In deze nacht trekt hij en gaat droog voort door de nacht. Heeft Jezus Christus de ketenen van de dood verbroken en is hij als overwinnaar uit de doden opgestaan. Hoe zijt gij, Heer God, hoe zeer hebt gij lief gehad? Gij hebt zo'n geving. O, en zonde wordt vergeven, vreugde komt voor droefheid, een gelukkige nacht, waarin God en mensen elkaar vinden. Heilige Vader, deze rijk toe. Laat tot
alles wat we doen in heel ons leven. Laat het zijn als de verrezen Christus, de morgenster die in het verrezen nu nimmer meer zal ondergaan. Wij zijn uw Heer die ons geschapen heeft, mede in onze. Laat juichen in het hemelkoor van engelen, laat juichen om die grote koning, juichen over de trompet. Luisteren wij nu naar het plechtig begin van deze paaswaken, naar het woord van God. We gaan nu overwegen hoe in het verleden God die ons heeft van de tijd zijn op het zijn. Laat u de kaarsjes nog even aan, dan kunt u een beetje meelezen, zo dadelijk kan de lichten aan. We zullen aan de lezing op bladzijde 4 van uw tekstboekje. Neemt u plaats. Leeg. Duisternis lag over de diepte en in hevige wind joeg de wateren. Toen sprak God, er moet licht zijn. En er was licht. En God licht was. God zei het licht van de duisternis. Noemde hij. Het uitspansel. Hij leidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd en het werd ochtend. Dat was de tweede. God het hemel moet naar. God sprak, het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en de vruchtbomen die ieder naar zijn soort vruchten dragen met zaad erin. Groen gras op, zaadvormend gras in alle soorten, bomen die naar zijn soort hun vruchten dragen. Aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren, en tevens als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten. God heeft de lampen, de grootste overdag te heersen, de kleine en ik ook God.
en om het licht en de duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. God sprak: het was de vogel en boven de vogels. En hij sprak: wees vruchtbaar en word talrijk. Gij moet het water van de zee bevolken en de vogels moeten talrijk worden op het land. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was hij. God het van alle de dieren van alle gebeurde het. Was. God sprak: nu gaan wij de mens maken als beeld van ons. Hij zal heersen over de vissen van de zee, de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedier dat over de grond kruipt. En God maakte de mens als zijn beeld, als schiep hem. Over de vogels, de lucht en over al het gedierte dat over de grond kruipt. En God sprak: hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de gehele aardbodem aan u en alle bomen met de vruchten. Zij zullen maar aan alle vogels van de lucht en aan alle vogels de grond. God bestaat en hij zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles voor deze toegerust zijn. Op de zesde dag bracht God het werk dat hij had tot hij rustte op de dag van het werk dat hij laat allen die door u verlost zijn begrijpen dat de schepping van de wereld in den beginne overtroffen is op het einde der tijden toen Christus ons paaslam is geslacht. Die Heer in der eeuwen. Toch,
beveel de Israëlieten verder te trekken. Gij zult hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten de droge bodem door de zee trekken. Ga de Israëlieten naar de zee, zodat ze aan de nagaan. En dan heer en heer en de dat als en zijn wagen menners. De engel van God die aan de spits van het leger de Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op tussen het leger van de Egyptenaren en het leger. De wolk over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in. Alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagens gingen achter de Israëlieten aan de zee. Tegen de richtte vanuit de wolk kolom en de vuur op de legermacht. Ze vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor tegen ons. Toen sprak de Heer tot Mozes: strek uw hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren en hun wagens en wagens. Mozes strekte zijn hand over de zee en toen het licht ontstond, vloeide de laatste. Daar de zee achterna waren gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee heen getrokken, terwijl de water links en rechts van hen één wand vormde. De Heer op de Israël uit de greep. Israël had de Egyptenaren dood. Toen lied aan. Zo spreekt de Heer. God, je van in ons. Om uit de greep van de wedergeboorte. Neem de gehele mensheid op onder de kinderen van Abraham en verhef allen tot de waardigheid van Israël door Christus onze Heer. Niet zonder te betalen.
komt kopen, wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw geld voor iets dat niet voedt? Luister naar mij. Dan is het dan van eerlijke zin. Neigt u en komt naar mij. En gij zult in blijdschap de aan. Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent, en een volk dat u niet kent, snelt naar u toe omwille van het heilige, die u verheert. Zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Roept hem aan nu hij nabij is. De oorlog moet zich laten. De zon moet hij moet. Van de Heer. Maar zoals de hemel hoog boven de aarde is, zo gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten. Zoals de regen en sneeuw uit de hemel vallen en daar pas terugkeren wanneer ze hebben gedrenkt, zodat zij wanneer de en het brood. Het keer. Wanneer heeft verwacht, zo weer. Testament. Geef ons begrip voor uw barmhartigheid. De gaven die wij nu ontvangen, onze hoop op de toekomst gaven door Christus onze Heer. Amen. En dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader. Heer enige geboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die weg zonder der wereld, ontferm u ons. Gij die weg der wereld, aan. De heiligheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. God, gij door de glorievolle verrijzenis van de Heer. Verleden het kind geeft dat wij naar licht vernieuwd. Alleluia, alleluia.
en met uw geest. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Op de toen hij juist op was, gingen zij naar het graf, maar ze zeiden tot elkaar: wie zal de steen voor ons van de ingang van het graf rollen? Opkijkend bemerkten ze dat het weggerold was en binnengetreden zag stel. Hij is verrezen, hij is niet hier. Kijk, dit is de plaats waar men hem neergelegd had. Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen, hij daar is de de Heer. Alleluia, alleluia, alleluia. Neemt u plaats. Het was een spannende week. Niet alleen omdat het Goede Week is en naast alle voorbereidingen die we moeten treffen om het paasfeest te kunnen vieren, zit het nog steeds in de corona. Mijn collega's, die moesten quarantaineplicht. Ramesh. Gelopen. En natuurlijk volgde dan een test, een negatief verklaard. Klinkt een beetje gek, hij is negatief verklaard, dat wil zeggen coronavrij. En ook een gesprek met zijn huisarts, dus twee checks, mocht maar ook pater als het weer positief worden. Voor een priester, maar ook voor een diaken, is het een enorme opgave om zo de Goede Week in te gaan. En dan die vreugde van morgen, dat paar. Ik heb de week. In de tijd van corona.
verschillende mensen ook hier in de kerk. Ik ben blij dat jullie er zijn. Ook last gehad van die corona. En helemaal vieren we Pasen met de nodige beperkingen. Vorig was onze kerk. En op de dag van de kerk. Niet alleen. Honderd mensen zouden kunnen zitten, slechts 30. En ik vind en ik denk dat het goed is ook dat we ook zelf het goede voorbeeld ook geven, ook als kerkgenootschappen. Op donderdagavond hebben we een in een morgende jas gestoken. Mij die vraag naar op televisie. Ik denk dat het op de eerste plaats veel mensen die geïnteresseerd zijn in de vertolking van de verschillende rollen in het verhaal. Het gaat er al weken over. Wie is Jezus? Wie is Judas? En wie is naar de kruisiging, maar dan van onze premier Mark Rutte en andere politici op de voet volgen die de Witte op Goede Vrijdag niet verbleven in een bovenkamer, maar in de Tweede Kamer. Het afgelopen hebben. Ik heb alles verteld. Er zijn vele plaatsen op de wereld waar ze het Triduum Sacrum, de heilige dagen, het paastriduum, waar de vrijdag ontzettend druk zijn. In de wereld de kerk half gevuld is. Waarom? Pasen is voor veel mensen vaak een brug te ver. We blijven steken in die Goede Vrijdag. Waarom? Omdat die Goede Vrijdag vaak een realiteit is van mensen iedere dag weer opnieuw. Met dood. Er zijn vele moeilijkheden die onze wegen doorkruisen. En eerlijk gezegd ontkomt daar ook niemand van. De eerste mocht het eerste boek met het goed en God en komt met zijn liefde en het volk ook bevrijdt uit die slavernij. Verhalen die ook mogen spreken tot ons beeld. Maar mensen, we hebben de wereld gemaakt zoals we die kennen. De eerste zonde. Zonde naar deze aarde om de mensheid te herstellen uit die eerste zonde van het kwaad.
Hij is de nieuwe Adam die voor ons mensen gekomen is. Maar mensen, we hebben gewild. We hebben gekruisigd. Ons kwaad. Vragen we ook moderne beelden, moderne middelen, mensen met een mobieltje in hun hand, telefoons, elkaar bellen, twitteren, whatsappend, elkaar zo benaderen. Het zijn van die korte berichten met woorden die kunnen heen, die kunnen toe. In alle anonimiteit iets uitroepen en schreeuwen wat we vinden. Het gebeurt dag aan dag, dag in dag uit. De meningen moeten verkondigd worden. Het kan niet op. Kijk elke week maar naar de verkiezingen. We kijken naar te vaak zonder enige nuance aan te brengen in ons eigen denken. En zo gaan we vaak met elkaar om. Dus in die tijd van Jezus en de opstanding denk ik niet anders. Hoe is er die of een vrouw die met een doek het zweet afveegt van het gelaat van Jezus. Het zit hem denk ik ook vaak in de kleine dingen die er toe doen. Met Pasen vieren we Jezus overwinning uit. Wij ook alle delen. De dood die niet eindigt met een dikke punt, maar een overgang naar het nieuwe leven. Beste zusters en broeders, hier in de kerk of met ons verbonden, pas. Corona. Ik ben. Die met hoe begrijpelijk. En toch worden we uitgenodigd om door te gaan met ons leven, het vallen en opstaan, met vallen en vergeten oprecht berust. Mogelijke opdracht. Uit te komen tot dat nieuwe leven, eeuwig leven. En dat met Pasen. Er is altijd een nieuw begin. De woorden, ons gemeentehuis gebracht eens, het woorden van en die woorden, ik van want ik ben met mijn liefde altijd en eeuwig. Een gezegend en zalig paasfeest.
Amen. Vijftien van uw tekstboekje. Broeder, laat de aandrang tot God. Dat nog om te schenken en aan ons lichaam verfrissing en rijkheid. Met water ook hebt gij uw volk barmhartigheid bewezen door de zee uit de en zij in de woestijn. Onder een van de aangekondigd dat door het hebt gij wat voor ons een herinnering zijn het doopsel dat wij hebben ontvangen. En laat het ons in blijdschap verenigen met allen die Pasen door het doop nieuw door Christus onze Heer.
als gedoopt. Mogen we erop antwoorden van harte, ja, dat beloof ik. Beloof jij u af te keren van het kwade en te richten naar Jezus Christus? Ja, dat beloof ik. Beloof goedheid. Ja. Gelooft u in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft, gestorven en begraven is, die dood is opgestaan en... Ik geloof... Mogen de Almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft doen herboren worden uit water en Heilige Geest en ons vergeving heeft geschonken van onze zonden, ons door zijn genade bewaren tot het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Amen. Amen. U mag en plaats tot de Christenen in de hele wereld, voor wie Pasen het grote feest is van hun geloof en vertrouwen, dat ze trouw in doopsel en hun roeping niet geven. Laat ons bidden. Voor vele. Om aan de Laat ons bidden. Voor de mensen die het leed en de zorgen ons ter harte gaan. Ook voor de mensen die ons helpen ons leven te dragen in eigen leed. Dat de hoop van het... Laat ons bidden. Ook voor al diegenen die werken in de zorg, in de ziekenhuizen, in de thuiszorg, steunend werkzaam zijn, dat zij met alle krachten, vooral met hun liefde, mensen nabij zijn, ook moeilijke momenten van lijden en pijn, dat en laat. Corona, vrienden zijn voor een medische ingreep. Dat al onze zieken kunnen rekenen op ons gebed, op de liefde van mensen, om goede zorg en begeleiding. Laat ons bidden. We bidden voor verledenen, Prijs van onze Heer, laat ons bidden. Heer, in de kracht van de verrijking, sterk onze hoop en ons tot. Ah.
van brood en wijn. U kunt deelnemen aan de offerande door de collecte die nu gehouden zal worden. Waarvoor dank. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, aanvaard de gebeden van uw volk met de overgaven die je worden aangeboden.
Laat deze Eucharistie, die haar oorsprong vindt in het paasmysterie, ons kracht geven tot eeuwig leven door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen, maar vooral in deze nacht. Want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is, het lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is hij gestorven, voorgoed heeft hij de dood ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, 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 heilig. De Heer, de God der hemelse machten, hoos en hemel en aarde van uw heerlijkheid, hosanna in den hoge. Gezegend zij die komt in de naam des Heeren, hosanna in den hoge. God, gij zijt heilig en goed, en zo bekend met ons dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult gij vergeten, dankzij Jezus Christus, Zoon, die gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt, om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken u dat gij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken u dat gij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Gij gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Want in de nacht dat hij zijn leven gaf, nam hij brood in zijn handen. Hij zegende u, hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ook nam hij de beker, zegende u weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Wij verkondigen uw dood en wij beleiden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Heer onze God, zo gedenken wij hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien, die gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt, hoog boven alle namen. Jezus de Heer is hij, die is en blijven zal uw rechterhand, en tot hij komt, verkondigen wij hem door deze levensbreker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij bidden u, zend dan uw geest in ons die over deze aarde gaat, en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood, en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u, uit kracht van hem, de mensenzoon, Heer in ons midden. Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, dus samen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en onze bisschop Gerardus en zijn hulpbisschop Robertus
en met alle bisschopen, samen met heel uw volk, met Maria altijd maagd, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, Heer en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot voor onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest. Voor de mensen met ons verbonden thuis of later, we wensen u vanuit de Willy Broderskerk in Waalre vrede en alle goeds, de vreugde van Pasen. U in de kerk, de zalig paasfeest, en dat we elkaar de vrede mogen blijven toewensen, en doen we dat ook. Geef elkaar ook een teken van vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons de vrede. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Eeuwigheid. Amen.
Christus, ons paaslam, is geslacht. Laten wij dan feesten met het zuivere brood van reinheid en waarheid. Alleluia. Van hart die zich met u verbonden weten en verzadig hen met de gaven die gij in deze paasviering hebt geschonken door Christus onze Heer. Amen. Amen. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze viering, waarbij Pater Ramesh en ik u van harte een zalig paasfeest wensen. Paasjaar. Pasen van de Heer ontvangt, ook van harte beleven in ons diepste zijn. Ik ben er voor jou. Een thema dat gegeven is, een thema dat mag blijven spreken. Jezus Christus, Hij die verrezen is, alleluia, Hij leeft. Voor hen die hebben ook mensen met ons verbonden, op de een of andere manier, het gemis van dierbaren, de situatie waarin we verkeren, met toegewenst. Zodra bij het uitgaan van de kerk worden natuurlijk de paasklokken wederom geluid, de vreugde van het Pasen ook hoorbaar te maken. De kaarsjes die u bij heeft mag u meenemen naar huis of op de plaatsen neerprikken op de standaards. En bij de uitgangen zijn ook flesjes wijwater om mee te nemen die we gewijd tijdens deze paaswaken. We wensen van harte nog een mooie klok. Maar je dat je tijd in de gaten kan houden en u hebt nog ruim tijd om voor weer thuis te zijn. En dat was onze bedoeling. We zullen met de plechtige zegen gaan eindigen van Pasen. Ga ervoor in die mogelijk ook staan. En buigt uw hoofd. Gij die u door de verrijzenis van zijn Zoon heeft verlost en tot maar mogen de vruchten van zijn Amen. Gij die u door zijn verlossing voor altijd mogen u doen delen in de erfenis van het eeuwig geluk. Amen. Moog u, die door geloof en doopsel met de Heer verrezen zijt, door een heilig leven met Hem verenigd worden in het hemels vaderland. Amen. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Amen. Wees u, Maria, vol van genade, de Heer, gezegend de vrouwen en Heilige Maria, kom daar nu en in het uur van onze dood. Amen. En gaat in vrede heen. Alleluia, alleluia. Wij danken God. Alleluia, alleluia. Alleluia.